Steeds meer scholen in ons land proberen hun kinderen tussen de middag gezonder te laten eten. De broodtrommel staat daarbij meer en meer ter discussie. De ene brooddoos is heel goed gevuld, maar er zijn ook kinderen bij die hebben geen brooddoos. Of er zit ook helemaal niks in, of er zit te weinig in. Of kinderen die gingen tussen de middag naar buiten en aten ergens onderweg, buiten bij de supermarkt, snackbar. Er kwamen wel eens ouders bij ons klagen die zeiden van ja, de kinderen die eten toch wel heel veel zoet. He, op maandag kreeg je dan de gevulde koeken van het weekend die over waren. En op vrijdag dan mocht de mars die toch in het weekend al mee ging mee. Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Alle broodtrommeltjes op een tafeltje moet je je voorstellen. En dan fotograferen wat eten de kinderen nou. En wat was de conclusie? Nou, dat er toch wel heel veel zoet en ongezond eten bij zat. De kinderen die met een plastic zakje brood in de klas moesten blijven om dat daar op te eten. En als je dan in het buitenland kijkt waar het echt goed geregeld is. Waar zowel in Engeland, Duitsland, België, noem maar op. Iedereen tussen de middag overblijft en iedereen in feite tussen de middag warm eet, had ik zoiets van, die kant moeten wij ook op. We zijn het laatste land in Europa wat op dit gebied wat zou moeten regelen. En het wordt hoog tijd. We worden nu keihard op de feiten gewezen. We hebben kinderen met verstopte darmen, we hebben kinderen met hoge bloeddruk, we hebben kinderen met obesitas, met suikerziekte. Nu al als kind last krijgen van organen, en terwijl ze nog in de groei zijn. Dat drukt op de politiek, want dat betekent straks een hele dure gezondheidszorg. Dat betekent straks een probleem, druk op de arbeidsmarkt. Nou, daar kan je niet omheen. In de strijd tegen overgewicht ontstaan op scholen overal nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld een simpel idee om via een spel te proberen gevarieerde beleg op de boterham te krijgen. Gerda is begonnen met te vragen, jongens, wie heeft er wat op brood? En zijn ze gaan turven en dat heeft ze op het bord geschreven. En ja, de kinderen natuurlijk met het goede beleg, zoals wat wij dan goed vinden, dat kreeg een vlaggetje op het bord en die kinderen waren de winnaars. Ja, en op de kaas gewonnen. Yay! Het gevolg daarvan was dat alle kinderen natuurlijk willen winnen. En dat alle kinderen uiteindelijk met gezond eten naar school gaan. Andere scholen pakken het groots aan en openen een eigen restaurant. Zoals hier in Rotterdam, waar dagelijks 250 kinderen lunchen. Deze gemeenschapsruimte is dus volledig aangepast. Dit meubilair wat hier staat, was er niet. De file die hier achter mij staat, die was er ook niet. De keuken die eronder staat, was er niet. Aan de andere kant, twee lokalen die hebben we ingeleverd. Doordat we de ruimte hadden, hebben we dat ook in kunnen zetten. De vraag naar overblijfmogelijkheden op school is de laatste jaren enorm gegroeid. Het is heel snel gegaan. Hadden we het over 25 jaar geleden nog over 4-5 kinderen. Momenteel is het heel wisselend, maar wel heel veel als je het vergelijkt. Op maandag zijn er bijvoorbeeld 80 kinderen. En op dinsdag en donderdag, de D van druk, hebben we het wel over 110, 115 kinderen. De vraag neemt toe en als ik naar de toekomst kijk, verwacht ik dat die alleen maar nog meer toeneemt. Er zijn kinderen hier ontbijten. Een hele grote groep dus die tussenschoolse maaltijd nuttigt. En na school zijn er ook nog zo'n 80 kinderen die allerlei programma's volgen. Dus we hebben echt een hele belangrijke functie in een totaal dagarrangement eigenlijk. En hoe lang bent u nu open per dag? 12 uur. Echt van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. In Zweden was het eigenlijk al langer zo dat beide partners toch wel een deel van de inkomsten moesten verzorgen. Maar daar heb ik echt gezien dat de ouders de kinderen 's morgens brengen naar de opvang. Daar wordt samen ontbeten, tussen de middag ook samen gegeten. En na afloop door de leidsters gaan de kinderen dan ook worden naar sportvereniging gebracht, muziekles en al dat soort zaken. En als de ouders dan terugkomen van het werk, dan kun je echt genieten van het gezinsleven. En dat is eigenlijk iets waar we hier ook wel naartoe willen. Sinds kort zijn scholen wettelijk verplicht een overblijfmogelijkheid aan te bieden. Scholen hebben dat meestal uitbesteed aan externe organisaties. Maar het heeft geen beter eten of aparte overblijfruimtes opgeleverd. Wat hebben we 2 jaar geleden van het ene op het andere jaar gezien? Dat op een groot aantal scholen het overblijven van 1 euro naar 2,80 euro ging. Waarbij je dus nog niets hebt aan melk, fruit of brood of wat dan ook. Die 1,80 euro, dat is de overheid die dat soort organisaties erboven opgelegd hebben. En exact dezelfde moeders en exact dezelfde kinderen zitten over te blijven. Alleen voor ruim twee keer zoveel. En ik heb hier in Nieuwendam-Noord in ieder geval geconstateerd dat het aantal kinderen, wat dus dan maar met een zak chips tussen de middag op straat loopt, toegenomen is sinds dat de wet Bos van Aartsen is aangenomen. De prijzen voor goede lunchvoorzieningen op scholen liggen voor ouders rond de 3 euro per kind per dag. Dit is de credit
even wachten. In de eerste instantie was er wel wat commentaar dat het wel veel was. Alleen als je het vertaalt naar wat het voor ouders scheelt. Ze hoeven natuurlijk zelf geen brood meer klaar te maken. Ze hoeven ook geen drinken meer mee te nemen voor tussenschoolse. Dat krijgen ze hier allemaal. En dat bij elkaar, dat maakt het toch wel betaalbaar voor ouders. En ik hoorde ook geen klachten over. Opvallend is dat bij de nieuwbouw van scholen er nauwelijks rekening wordt gehouden met de bouw van een keuken of aparte overblijfruimtes. De kinderen eten nu in een gemeenschappelijke hal. Hij is redelijk geëquipeerd hiervoor. Hij is niet in de bouw als zodanig bedoeld geweest. We hebben hem daarna hiervoor bestemd. Betekent wel, ik kan daar natuurlijk nooit 600 kinderen kwijt. Dus dit moet ook een soort signaal zijn van als we met elkaar dit willen, vanuit het hoge doel wat we eigenlijk met elkaar zo hebben opgesteld, dan moet je in de bouw van toekomstige scholen daar rekening mee gaan houden. Ik ben de afgelopen 2,5 jaar bezig geweest om wat geld vrij te krijgen om iets aan extra vierkante meters voor die aparte eetplekken te kunnen maken. Dat is een onmogelijkheid gebleken. Ondanks dat het regeren vooruitzien is en je een basisschool, het gebouw, voor 50 jaar nieuw neerzet, zal ik zoals het er nu voor staat, en de architect is op dit moment begonnen met tekenen, is er geen eetruimte in mijn nieuwe gebouw en zal ik weer binnen de onderwijs vierkante meters moeten gaan kijken hoe ik het voor elkaar kan krijgen straks om de kinderen niet in de klaslokalen te laten eten. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het diep triest. Snel lunchen in de klas is nog vaak de dagelijkse praktijk. De roep om een integrale aanpak voor beter overblijven op school wordt groter. Met projectsubsidies kom je er niet. Dus je zult iets meer moeten doen. Nou, daar zijn we met dit project ook hard mee bezig. Met allerlei partijen die daarmee te maken hebben. Van lokale overheid tot en met het ministerie inderdaad. En alle beleidsmakers die daar weer tussen zitten. Maar dit is een hele taaie strijd bijna. Terwijl ik geloof er wel in. En ik denk dat heel veel mensen met mij daar wel in geloven. Maar het vergt doorzettingsvermogen, durf, lange termijn denken en andere dingen doen die je gewend was. Het is een onomkeerbaar proces, dus ook al kijk je er tegenaan van, goh, hoe moet ik dat doen? Heb niet de illusie dat je kan denken, nou weet je wat, we doen het niet. Ik voorspel nogmaals, over 5 tot 10 jaar is het continu rooster een gegeven in het basisonderwijs in Nederland. Dus je zult er wel over na moeten denken en die oplossingen, die komen er. Ik denk dat dat wij per hoofd van de bevolking best een goed bruto nationaal product hebben. Het is waar je het aan uit wil geven. En ik zou het werkelijk alsjeblieft uitgeven aan die kids, dat is je toekomst.